Met een lijst randvoorwaarden trok het KAI-comité vanochtend richting kabinet van Kampenhout. De bewoners willen zich constructief opstellen voor de komst van de Sinkse Voor, maar niet zonder een duidelijk engagement van de stad. Voor ons is het belangrijkste punt dat dit een oplossing voor 1 jaar is. Het is een noodtoestand of een noodscenario, wij willen gerust helpen, maar ik denk dat een termijn van 1 jaar nadien voor de stad genoeg moet zijn om een andere locatie te zoeken. Tweede punt is overlast. Er zijn heel veel mensen die daar zich grote zorgen maken. Geluidsoverlast, afval en dergelijke meer. Daar willen we strikte afspraken. Ook wat het sluitingsuur betreft willen ze strikte normen die nageleefd moeten worden om de hinder voor de buurt te beperken. Ik denk dat Schepen van Kampenhout ons zeer goed begrijpt. Ik denk dat iedereen eigenlijk dezelfde belangen heeft. Wij hebben hem die boodschap meegegeven. Hij gaat nu overleggen met de burgemeester en ons laten weten of hij die engagementen kan nemen. Dat hopen wij. Ik denk dat dat het beste is voor iedereen.